Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Dit wordt de allerlaatste vlog, weekendvlog van in Florida. Ik ga namelijk volgende week op donderdagochtend vliegen naar San Francisco, waar ik een maand ga reizen met mijn beste vriendinnetje. Wat ik natuurlijk allemaal ga vastleggen, dus dat wordt allemaal hartstikke gaaf. Maar ik ga dus heel binnenkort afscheid nemen van mijn leven hier in Florida na 2 jaar. Het leven wat we hier opgebouwd hebben. En alles. En wordt dit het laatste weekend dat ik hier ga spenderen. Dus ik ga jullie lekker meenemen in mijn laatste weekendje hier. Over een paar uurtjes komt Mike me ophalen. En dan ga ik vanavond met het au pair groep gaan we line dansen voor mijn laatste meeting. Waar ik zin in heb, want ik heb dat nog niet gedaan hier, terwijl ik al 2 jaar in Amerika zit. En ik vind toch dat je dat moet hebben gedaan als je hier hebt gewoond. Dus dat gaan we lekker doen. En daarna ga ik samen met Mike lekker 2 nachtjes verblijven in een hotelletje. En wat we verder gaan doen, ga ik allemaal filmen. Ik weet nog niet wat we gaan doen. Maar we gaan dit laatste weekendje in ieder geval even goed spenderen. Dus heel veel kijkplezier met deze video. Nou jongens, inmiddels ben ik even omgekleed. Ik heb mijn haar even gedaan. En ik ben nu eventjes een brief aan het schrijven voor mijn hostmam. Omdat ik natuurlijk binnenkort weg ga. En dan komt Mike me zo ophalen. Oh my God. This is something for you, and you will always come back. Florida is always a good idea. That's so cute! Oh my God, what's my name on it? Travis, I'm gonna miss you, girl. I'm gonna miss you so much. Oh, you have to come back. So cute. April, because of that guy. April. So cute. It is always a good idea. Yeah, it is. And it's gonna not gonna take that much space, right? Yeah, this will fit. This will fit. And it don't weigh. Yeah, exactly. Nou jongens, we zijn bij het hotelletje. Gewoon even een goedkoop hotelletje. Maar het is best wel schattig. Een klein smal keukentje. En ik ga even zo door. Even kijken hoor, waar het ligt. Ja, gewoon een klein badkamertje. Nou, best wel lekker toch? 2 nachtjes. Goedemorgen mensen, het is vandaag zaterdagochtend en we hebben even geslapen in dit hotel. En we gaan eventjes voor een ontbijtje. En dat is wat we gaan doen. Gisteren was erg geslaagd met de line dancing. En daarna zijn we gewoon hierheen gegaan. Lekker gechilled. Lekker lang in bed gebleven. Dus. Ik wil jullie even laten zien hoe mooi uitzicht we hebben op ons balkonnetje overdag. Nou, dat is toch even top. Lekker die boten. Lekker zonnetje die erop komt. En we gaan zo meteen lekker even daar liggen bij het zwembad. Is toch genieten dit laatste weekendje met dit uitzicht. We hebben heerlijk een tattoetje neergezet op mijn enkel. Enkel. Kijk, dat is het pareltje. Pareltje. Helemaal leuk, helemaal leuk. En nu gaan we lekker even pikkelballen. Dat is de update van vandaag. Voor dit alles hebben we niet zoveel gedaan. We hebben ontbeten, we hebben even gechilled. We zijn even naar zo'n zaak geweest voor zijn gezicht. Want hij heeft allemaal uitslag hier bij zijn ogen. Dus dat hebben we even gecheckt. En toen zijn we dus naar de tattoo shop gegaan. Dus dat is een beetje de dagindeling geweest. En nu gaan we dus lekker pikkelballen. Right. Taco Bell. We hebben lekker even pickleball gespeeld. En het ging niet echt helemaal fantastisch vanavond. Maar wel gewoon prima. En nu gaan we lekker even avondeten. En dan gaan we weer lekker even chillen hier in dit hotel. Morgen wordt waarschijnlijk een hele regenachtige dag. Dus we moeten nog even uitzoeken wat we gaan doen. En Mike is staring at me while I'm doing this. So that's awkward. Bye! Jongens, het is zondag. Het is kut weer, het regent de hele tijd. We hebben wel heel kort even gepikkelbald. Daarna zijn we even koffie gaan halen en gaan ontbijten. En nu gaan we naar Target. Yeah, what she said. Why are we in Target? We are buying my little, I don't know, you want to call her a niece? Yeah, I'm her uncle, so it'd be my niece. I'm spoiling my 2-month-old niece. Okay. Nou, inmiddels ben ik eventjes thuis. Ik heb even gedoucht. We waren dus in de Target eventjes om een leuk outfitje te kopen voor zijn nichtje, zeg maar. En die is twee maanden, bijna 3 maanden. Dus we gingen daar even op bezoek, eventjes de kleine zien en ja, eventjes bijpraten. En daarna heeft hij me dus even afgezet hier thuis. Even lekker gedoucht en zo meteen komen 2 au pairs me ophalen om even gewoon gezellig bij te kletsen en een koffietje te doen. En daarna ga ik uiteindelijk denk ik weer heel even chillen met Mike, want ja, tijd tikt. Straks ben ik weg, dus nu nog even alle tijd spenderen samen. Dus dat is de update voor nu. You bought it. I bought it. It's just in the car. I bought it. We gaan even eten. En dan hebben we een movie night. Ik ben inmiddels weer thuis. Ik lig lekker in mijn bed. Ik heb nog even lekker gegeten, avondgegeten samen met Mike bij, bij de poke. Zo'n pokeball ja, met rijst en dan kan je van alles toevoegen. Was heel erg lekker. Daarna zijn we eventjes een filmavondje wezen houden in zijn auto, want het was heel erg regenachtig. En misschien dat je het nu ook kan horen, maar het gaat voorlopig nog wel even regenen, want er is weer een orkaantje op komst. Let's see how that goes. Maar in ieder geval, dit was alweer het einde van mijn laatste weekend in Florida. Morgen is het alweer maandag en dan, voor je het weet, is het donderdagochtend wanneer ik dus op het vliegtuig, op het vliegveld ben en mijn travelmaand gaat beginnen. Dus ik zie jullie snel bij een nieuwe video.